Als jij mij deze kotskijk nog niet hebt zien maken, klik dan zeker even op de video, nu een beeld, ja, of ga gewoon naar mijn vorige video. Daar zie je hoe ik deze fucking lekkere kotskijk maak. Dus, ja, let's go. Yo, YouTube, hij is hier! Wel vandaag een nieuwe video, ik. Vandaag gaan we de cake eten. De kotskijk, de spacecake, de kutkijk. En je kan niet denken, Alicent! Zou je mama? Dat is niet mijn mama. Mijn mama komt straks. En mijn mama keek er enorm tegenop om die cake te eten. Dus waarschijnlijk eet ze er één stukje van de gas weg. Dus deze doet is een dooreter. Maar ik ga jullie niet langer in spanning houden. Ik ga de cake halen. Let's go! Oh my god, oh my god. Zit daar vis in? Nee, dat is banaan. Dit is hem geworden. Dit is dus de cake. De grijze dingen, dat is de banaan. De blubberige gele dingen, dit. Is de pudding. Ja, ik heb pudding gebruikt als boter. Dit is de onderkant. En als je goed kijkt, zie je de pannenkoek erin zitten. Is ook niet volledig gebakken. Zoals je ziet, er hangt nog een beetje bloem aan de onderkant en zo. Oké, dames en heren. Hier hebben wij onze lekkere cake. En we gaan hem in twee stukken snijden. Oh my god. De binnenkant lijkt op fucking pudding. Oh my god. Hopelijk is het te eten. Treuk naar bananen. Treuk naar bananen inderdaad. Ik ga hem nog in een stukje snijden, wacht. Ja, het ziet eruit als vlam, maar ik vrees dat het geen vlam is. Had u een wijntje gewenst? Chateau Carton, 1979. Die fles is ouder dan mij. Ja, en ook die is 20 jaar ouder dan ons. Hier hebben we nog wat deeg dat je erop kan gieten voor de afwerking. Wij gaan eten, doe zeker een duimpje omhoog. Let's go. Oh my god. Oké, ben je er klaar voor? Kijk, de onderkant is niet eens gebakken. Tering, er ruikt nog fucking veel bloem aan. Het is nat. 3. 2, 1. Ah! Het smaakt naar bananenmilkshake. What the fuck? Het is gewoon massief. Er zit geen smaak in. Wordt er een beetje licht van in mijn hoofd? Ben je lekker? Nee. Hoe slek je dat door? Zo. Misschien als we er 10 kilo suiker over gieten en nog een beetje van dit, de cake mix. Misschien dat het dan smaakt naar iets. Misschien dat het dan meer naar cake gaat smaken. Dat komt er niet meer uit. Ja, het komt, het komt. Yes. Yes. Deze cake mix gaat even snel. Daar had hij. Daar had hij. Dames en heren. Enjoy. Dit is iets, ik weet niet wat. Bon appetit. Het smaakt gewoon naar cake en suiker. Deze keer is daar weer. Ik lust sowieso geen taart. Kom dan, cake! Niet anders heel de zak erover. We kunnen hier wel uit concluderen dat ik niet zo goed ben in cake bakken. Het zijn gewoon blokken massief staal. Er is nog altijd niks aan veranderd. Er is niks kekerig aan deze cake. Waar is die pannenkoek eigenlijk? De pannenkoek zit hier ook ergens tussen. Als ik hem vind. Eet daarvan. Eet! Oh my god. Nee, eet van de cake. Nee. Oh my god. Smaak naar het eten van school. Let's go! Hey, maar serieus, ketchup save doet echt. Is dat lekker? Dat is de korst, pas op voor de korst. Pas op voor de korst. De ketchup save doet echt. Anders werd niet te vreten. We gaan nu lekker. Fuck die stomme kutcake. Ik denk dat ik hier vanuit de gevangenis kan gaan, omdat ik dit heb gemaakt. Maar oké. Oh shit. Ja, dames en heren, kom maar weer naar buiten. Let's go. Dames en heren, het is een memorabele dag. Want vandaag zeggen wij dag tegen de cake. En daar komt de kat. Daar legt de cake. In een andere tuin. Helemaal daar. Hier zo. Supermooi. Nee, we gaan mijn kat doen. Nee. Nee, Marcel. Marcel. Nee, blijf daar. Kom terug, Marcel. Marcel! I believe I can fly. Kom terug. Ik heb heel veel werk gestoken in deze mooie cake. Maar tijden komen en tijden gaan. Maar echte cake zal nooit vergaan. Vandaag is het tijd om afscheid te nemen van deze lekkere cake. Dus dames en heren, hashtag rip cake. Mama! Ja?
Wil je nog een stuk van de kotscake? Nee, zie er niet. Echt niet? Nee. We hebben hem opgegeten. Nee. Ik heb opgegeten. Ja. Als je nog een stukje wil, hij ligt in de vuilbak. Ik zal dat even kunnen aanbieden. Met ketchup. Ik denk dat ze geen stukje wil van de kotscake. We hebben het wel geprobeerd. Hallo.